doopy 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 doop boop boopy doop. De bultijger, heel pittig ook. Mag je niet onderschatten. Stilzitten is niet aan inbesteed. En dan krijgen we de Cannibal. De Cannibal komt uit Ierland. En het is een hond die, als hij zeer jong is, zwart ziet. En langzaam maar zeker verkleurt hij naar donker metaalblauw. Ook een beestje met pint, onderschat hem niet, maar dat zijn alle terriers. Je koopt veel hond in een klein pakje wanneer het om terriers. Van waar hij zijn naam haalt, leg ik jou uit. Witten is de kleur, taboe trouwens. Voor de Engelstaligen onder ons, die weten dat. Dit is de taboe. En daarboven is hij soft-coated. Heel zacht en vast. Voor mij de meest rustieke van de terrier van de tijd. Altijd een mooi beeldje. En een beetje het symbool van deze groep de terriers, de fox. Heel populair, wereldwijd. Terrier Norfolk, Engeland. Norwich ligt er vlakbij, maar de Norwich terrier die heeft staande oren. En de Norfolk die heeft hangende oortjes. Voor de rest liggen ze heel dicht bij elkaar en tot in 1954 vormden ze samen hetzelfde ras. Dat is veranderd, nu hebben ze elk hun eigen standaard, maar ze lijken nog heel op elkaar. Als ik je moet zeggen dat hij pittig is, dan moet je niet aan twijfelen. Het is een terrier tot in zijn aanzienheid. En de result. Oké. We vragen ondertussen dat de honden van groep 4, de tackles, zich plaatsen. De second place is voor de Kenny Blue. En de best terrier, de best dog op groep 3. En de winnaar is, en die zien we straks toen van weten in de beste schaal, de Blue Terrier. Congratulations and celebrations. Well, I tell everyone that you're in love to be. Congratulations and jubilations. I want to walk now, happy as can be. Who would be you happy? Boop-boop-be-doop.